mensen de push-up battles, next gen, de try-outs. En ook bij de try-outs is het publiek actief, zoals je kan horen, man. Yeah! Ja! We hebben hier twee deelnemers die gaan bewijzen dat ze erin horen bij het volgende seizoen. En de jury die het gaat bepalen is hier aan mijn rechterkant en dat zijn Schrokdokter. Tim. Yes, sir. Rapper, stel jezelf voor, man, aan mijn rechterkant. SK, Lelystad, 0320. En je weet het, man. Kom hier opnieuw. Rapper aan mijn linkerkant? Amsterdam, represent. Oké dan, iemand voorkomen om te beginnen? Zeg maar, kom op munt. Tis, munt. Ja, ik begin. Krijg de eerste ronde op Abs, geef hem energie en let's go, man. Ik ben dus wel bekend op het gebied van Next Level. Daar de meeste de enden zich laten bevoren. Als incidenten die ze niet helpen om te herstellen, want je kan niet meetellen, nee, je tijd zit te rekken met een paar. Die zijn de beste voor noemen van alle rappers. Dat ik korter met te maken met mijn concurrenten die je verpletten door een zetten te voorspellen als een scherper. Nee, ik letters met in zitten spellen in complexe testen die ik op vellen zitten schetsen als architecten. Nieuwe projecten zitten ontwerpen met onderwerpen die kennis erbij betreft voor mensen aan het denken zetten. Blijf goed opletten de lessen die ik heb zitten leggen. Laat je hersens werken in de testen om je grenzen te verleggen. Want ik kan de studenten niet bevoorrechten als slechts die alle andere voorzitten zitten. Elementen in mijn gerechten die ik zit te mengen. Ingrediënten voor het concept van deze recept. Bij de voorzitten zitten blenden met finesse. Deze app is niet dat rennen, maar dat sprint voor zijn brengen. Maar wanneer ik hem begin te trekken, met de vinger op de trek. Wanneer ik met de hem, bedoel ik geen MC hem, hier. Terug laat trekken als snelle jelle, die trapt op je remmen. Met eentje door je enkel, eentje de hoofd met de enkel. Dan een beetje lengte in de breedte en de lengte. Dat ik je doos ga bestellen en ik je samen met je resten onder. Begon gaan zetten om je terug te zetten op je plek. Dan ga ik er nog een schepje bovenop zetten. Door me wat zand te bedekken. Dat ze je lijkpogen kon dekken. En terugbrengen naar de agenten. Die me liever wensen. Achterslotig grendel. Life is a bitch, maar na een tijdje wendt het. Groeit in een strook, mijn ouders kunnen me niet verwennen. Daarom moest ik twee keer zo hard voor mijn money rennen. En bleef dus zoals samen met een pak aan mijn tennen. Hold it down. Eerste ronde voor jou, let's go. Hey, wat Abs. Laat me jullie wat vertellen over Abs. Abs is 32 en Abs is nog geen paps. En je zal het al wel raden. Abs die heeft geen laf. Abs is echt geen man, ik zweer het. Abs is gewoon een grap. Abs is gewoon een grap. Abs is echt geen man, ik zweer het. Abs is gewoon een grap. Is het? Abs is gewoon een grap, ik zweer het. Abs is echt geen man. Dank je, man. Kom op, toch? Kom op, toch? Ik zweer het. Abs is gewoon een grap. Ja, ja. Helaas, maar veel voor. Ook bij de try-outs hanteren we de 10 seconden regel, man. Heren, jullie kunnen met trui staan. Daar is Tim, what's good, man? Jij gewonnen? Ik heb een goede first day. Ik had hem eigenlijk voor die andere bestemd, weet je, maar... Ja, maar je sloeg ook op hem. Jawel, maar het is meer van, het lijkt net of je een a cappella doet van een track die je al had. En je is zeg maar eigenlijk niemand. Je doet gewoon een goede verse, begrijp me niet verkeerd. Nee, nee, de tekst is goed, de flow is goed. Maar als je er een beat onder had gezet, was het gewoon een liedje. En ja, dus er is niks ten nadele, maar dat is gewoon hoe het overkomt. Weet je. En ja, het is wel gewoon punch-up battles. Want je komt gewoon, hey, dit is dat, dat is dat, dat is zus, bam, bam. En dit jaar pak mijn intonatie en ja, dit, dan is dat niet punch-up. Wat je nu deed. Weet je, dus niks te nadelen van wat je gedaan hebt, maar dat pas wat je nu hebt gedaan kan je niet zeggen dat hoort in de lied, want dat is niet wat we doen. Eigenlijk. En jij kwam er niet uit. Ik had maar altijd geschreven. Stop. En daarna kreeg ik nog een keer een maand lang toen opeens een andere. Ja, ik kan, ja. Ja, ik kan je alleen voorleggen wat hier nu gebeurt op dit moment. Dus ik kan alleen zeggen, ja, sorry man. Dat is wat het is. Klopt. Ja, een beetje hetzelfde. Ik wil zeggen, je rijmgame is wel aangaan. Ik denk hetzelfde meer rijmwoorden in 1 minuut heb gegooid dan wat jij alles, weet je, alles rijmen. Maar inderdaad, wat ik zei, ja, het miste een beetje dat je hem eigenlijk raakt. Je hoort ook met publieksrespons.
Dus je kan absoluut gewoon rijden rappen, dat is probleem. Ik heb die ruimte eigenlijk voor die andere tegenstander, maar die heb ik afgezegd. Ja. En deze man heeft zich met de week van tevoren, ik heb geen informatie over die man, weet je. Ja, ik snap hem. Ik bedoel, dus ja, nee, ik snap hem. Zelfs ik heb al mijn verse gespit, wat ik had voor die andere man gespit. Dus ja. Als je die hebt gezien, ik snap hem. Ik ook gewoon. Ja, ik kan dat ook. Maar hij miste voor mij de aanval om door te kunnen laten gaan, weet je. Ja, ik kan er niks anders van maken. Ja, voor jou zou dat kan gewoon gebeuren, weet je, dus vervelend moet je nog beoordelen. Ja, ik kan natuurlijk geen ja zeggen door dit. Maar ja, wel bij Don't You zeggen sowieso, weet je wel. Ja. Ja, maar. Ik wil verder iets aan toevoegen. Helaas allebei mensen thuis als jullie een mening hebben. Je kan je stem uitbrengen op washandbells.nl. Like, abonneer, deel, audition. Tot de volgende keer, man. Bye bye.